Erg slim zijn is niet altijd makkelijk. Vooral als je moet wachten op de rest van je klas. Ik leer niks nieuws en het was gewoon meestal niet leuk. Was het te makkelijk? Ja, veel te makkelijk. Deze jongens en meisjes verveelden zich in een gewone klas, met alle gevolgen van dien. Om mijn zoon als voorbeeld te noemen, toen hij begon op de basisschool, was het een heel blij jongetje, altijd aan het tekenen en hij wilde heel graag leren. En na 3 jaar daar was er eigenlijk niks meer van over. Hij had heel veel buikpijn. Hij wilde heel graag doen wat de juffrouw van hem vroeg, alleen dat ging niet. In speciale klassen krijgen de kinderen de ruimte om zich op hun eigen snelle tempo te ontwikkelen. Nou weten we ook wat dat oefenen is. Ja, wist je niet wat oefenen was dan? Nee, want toen konden we alles al. We kijken waar ze met rekenen en taal, waar ze zitten, op welk niveau. En op dat niveau gaan ze ook leren. Dus het kan ook zijn dat er kinderen zijn uit groep 4 die op een groep 8 niveau rekenen. Of kinderen uit groep 5 die op een groep 7 niveau rekenen. De klassen zijn zo belangrijk dat de ouders ze koste wat het kost willen behouden. Als vereniging, als ouders van de hoogbegaafde kinderen, gaan wij samen zorgen voor de benodigde financiering, sponsoring van de meerkosten van het onderwijs. En die meerkosten zijn behoorlijk. De klassen zijn kleiner en de kinderen hebben meer lesstof nodig. Prijs? Zo'n 60.000 euro voor 2 klassen. De vereniging van ouders, Parentes, staat garant voor dat bedrag. Het komt desnoods uit eigen portemonnee. Ouders die het niet kunnen betalen, daar staan we met z'n allen samen achter. Daar gaan we samen voor zorgen, want het mag geen eliteonderwijs worden. Het moet voor alle kinderen die het nodig hebben toegankelijk blijven. Maar daar krijg je wel wat voor terug. De jeugd doet weer waar ze goed in is. Zoals... lezen. Of Chinees. Wo hun hou. Dat betekent het gaat goed. Ni hou. Ik kom niet verder dan Bali Pangang. Maar volgens mij is dat niet eens Chinees, toch? Nee, volgens mij ook niet. En met de sfeer zit het ook wel goed. Ja. Ik...